Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys and girls, en welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag ben ik naar de IKEA geweest in Breda. En ik heb hier een bouwpakket mee. Een laktafeltje. 8 euro, dus heeft me dat gekost. We gaan het samen ineenzetten. Dus ja, let's go. Het gaat misschien moeilijk worden om het in elkaar te zetten. Dus ja, we gaan het zien hoe dat het moet. Als ik het open krijg natuurlijk. Oké. Hier hebben we al het tafelblad waar we moeten van... Ja, maar we moeten opwerken. Dus ja, let's go. Ga je die eventjes neerzetten. Voordat we alle ingrediënten hebben. Alle bouwstukken hebben. Dan hebben we 4 poten geloof ik. 1 poot toch al. En hier zit het gat in, dus ja. Moeilijk kan het niet zijn om het in elkaar te zetten. Het tweede pootje. Het derde pootje. En het vierde pootje. Dus ja. Zowiet ga ik even mijn camera wat schuin zetten. Jullie kunnen mee volgen. En hier zit de doos. Met de vijsjes, dacht ik. Amai, zo'n grote doos voor een paar vijsjes. Amai, voor 4 vijsjes zo'n grote doos. Hoe doe ik die doos wel zo? Hier zitten de vijsjes in. Ik weet niet of jullie ze kunnen zien. Zo'n vijsje is het. Met 2 kanten. Ik ga mijn camera eventjes, ja. Oké, normaal gezien zien jullie nu wat ik voor mij zie. Hier dus het tafelblad. En wat moeten we hiermee doen? Hier moeten we dus de vijsjes in zich indraaien. Oh, maar er wordt nog een klusje zelfs indraaien. Maar ik moet je eerst in de dingen draaien. Ik denk dat het zo moet. Amai, ik moet er al veel kracht op zetten. Ja, let's go. Dit is al vijsje nummer 1. Blad nummer 1. Dus we moeten dat terug zo doen. Het zit er ook strak in. Nu gaan we de tafel weer draaien. Met een kwartslagje. Gaan we weer hetzelfde doen. En dan weer. Ik ga weer. Ik ga het op de kant. Oké, die zit er ook in. Nu de laatste. Voel al hier in mijn voorarmers. Die kan nog iets strakker raken toch voor. En het tafeltje
Hier is iedereen, dat zullen jullie zien. Ja, let's go. De tafel is eindelijk ineen. Wauw. Ja, boys and girls, het tafeltje is dus ineen gezet. Wauw. 10 minuten werk aan gehad. Nog niet. En dus kan dit zware tafeltje weg. Want dat is dan het einde van de levensduur. Zetten we dat tafeltje weg. En zetten we het nieuw in de plaats. Dat veel mooier is. Veel beter in mijn interieur staat. Bedankt oude tafeltje, je hebt me goed geholpen. De laatste tijden. Maar dit nieuwe tafeltje staat toch ietsje mooier. In mijn setup dus, ja. Oude tafeltje mag weg. Ga ik vandaag of morgen nog wel weg doen. Wat vind ik dus van het ineenzetten van dat bouwpakket van de IKEA? Het is wel vlot gegaan, vind ik. Ik zou het nog een tweede keer doen. Maar dan misschien met minder fors beginnen. Want het wordt zwaar op een tijdje. Dus ja, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. En vonden jullie het tof dat ik eens zo'n tafeltje van de IKEA heb ineengezet? Ik vond het zeker tof. Voordat ik het vergeet, ik heb ook nog andere dingen in de IKEA gehad. Ik heb ook nog een paar plantjes in de IKEA gehad. Dat is een Freka, nog een Freka. En dan heb ik nog een paar kleine fake plantjes gekocht. Dat ik toch wat meer kleur in mijn setup ging krijgen. Dus ja, dit was een beetje de video. Vonden jullie het leuk dat ik zo'n beetje mijn tafeltje in mijn setup heb aangepast? Maak dan zeker de like button. Abonneer beneden wat je van deze video vond. En dan zie ik jullie guys graag terug in een nieuwe video. En ja, mijn naam is Anatta Dylan. Ik zie jullie guys in de volgende video maar weer. Bye bye!